Tijdens zijn vakantie in Gerso ontpopte 24-jarige Joey Spaan zich tot de womanizer van Den Haag en omstreken. Ga even op jas. En lekker, dames. Ze zullen mij allemaal gezellig, juffrouw. Er zitten er 40 meisjes. Achter me aan en al die 40 meisjes. Hij begint op mijn broekje af. Laat ze horen voor de one and only. Inmiddels focust Joey zich naast de vrouwtjes ook helemaal op zijn DJ-carrière. Muziek, ja, muziek is mijn passie eigenlijk een beetje geworden. Ik draaide eerst van één keer in de maand. Nu zit ik gewoon 4-5 keer in de week te draaien. Als DJ ben je altijd 's nachts op pad. Ja, ik hou natuurlijk best wel van een drankje. En ook als ik draai, dan drink ik ook een drankje. Ja, dan kom je pas om 5 uur, 6 uur thuis. Of om 7 uur of 8 uur. Ja, dan word je wel eens wakker met het punthoofd. Morgen. Goedemorgen. Ja, die verzin. Zo, heb jij gisteravond gedaan, joh? Feestje gehad. Helemaal naar de kloten. Maar dat weerhoudt hem er niet van om er weer volle bak tegenaan te gaan. Vroeger heb ik al vanaf kleins af aan altijd op de duikbank gestaan om bommetjes te maken. En ik zag dit programma en ik denk dat wil ik ook. En dat bommetjes maken dient eigenlijk maar één doel. En je bommetjes maak je eigenlijk ook als bijvoorbeeld leuke vrouwen langs de kant zitten. Weet je, een bommetje, een beetje nat spetteren, dat soort dingen. Het nachtleven van Joey heeft nog een nadeel. Het zal even gek wezen natuurlijk als je in één keer naast twee mensen staat met een sixpack die elke dag sporten. En dan kom ik nu met mijn kleine biervaatje. En dan zeg ik gewoon, jullie hebben een sixpack en ik heb een sexpick. Ondanks alle grappen en gollen gaat Joey er wel helemaal voor. Mijn ultieme doel is toch van die 10 meter en een gekke sprong maken. En dat ik goed land en dat iedereen denkt, zo, kijk dan, die Joe die kende wat van.